Je weet dat je nog heel lang hebt, dus killing was het deze keer ook zeker niet. Een belangrijker moment vond ik de 2-0. Waarbij Malatia begint met een overtreding te maken. Op dat moment hadden wij de overhand in de wedstrijd. Hadden daar ook al een open kans met vrij gehad. Dus voor mijn gevoel zaten wij volledig in de wedstrijd. En dan weet je dat Feyenoord ook nog een midweekse wedstrijd in de benen heeft. Hopelijk komt die wedstrijd dan naar je toe. Maar door dat moment met de 2-0 was dat moment eigenlijk redelijk snel verdwenen. Je zegt al, want juist in die fase hadden jullie een aantal goede kansen. Die gaan er dan niet in. Bij een Vitesse vorige keer wel. Is dat dan jammer op zo'n moment? Nou, je weet, als je hier in Rotterdam in de Kuip iets wilt halen, dan moeten wij klinisch zijn met de kansen die we hebben. We hebben 13 of 10 doelpogingen gehad. Ja, daar moet dan meer kwaliteit in. Anders kun je nooit een wedstrijd winnen tegen Feyenoord. Nou, dat bleek vanavond ook. Dus zij waren beduidend efficiënter en hadden ook meer kwaliteit voorin. Waardoor we die wedstrijd uiteindelijk denk ik terecht verliezen. Ondanks de vroege openingsgoal herpakten jullie wel de eerste helft. Het was nog niet dat ze over jullie heen liepen. Nee, maar dat vond ik ook niet. Er lag ook best veel ruimte om te voetballen. Nou, ik vond dat we dat de eerste helft bij Tijden wij de best deden, maar eigenlijk ook nog net te weinig lef hadden, met name in het middenveld. Dat was de tweede helft met de invalbeurt van Hilal veel beter. En wat ik zeg, we hadden de overhand, hadden binnen 2 of 3 minuten al de kans maar vrij. Ja, die moet er wel gewoon in, wil je hier iets halen. En dan weet je nooit hoe een wedstrijd loopt, maar ja, tot aan de 65e minuut. En dat moment is denk ik bepalend, weet ik niet, maar wel een belangrijk moment geweest. Heb dezelfde wissel als tegen Vitesse. Ben Moussa weer in de rust voor Tom. Is dat misschien een dingetje waar je misschien volgende week mee gaat beginnen met een Ben Moussa? Nou, daar gaan we nu over nadenken. Ik vond Tom wederom niet goed spelen, niet wat hij kan. Obligaat, veel ballen terug, weinig ballen vooruit. Ja, je weet dat je tegen een tegenstander speelt die in eigen huis vol druk wil zetten. Dan moet je ook zorgen dat je vanuit die posities vooruit komt te spelen. Nou, dat heeft Tom onvoldoende gedaan en Hilal heeft dat beter gedaan. Dus dat blijft wel een puzzel daar. Maar eerlijkheid gebied me te zeggen dat Chacon het ook niet heel goed deed. Dus die drie, daarvan gaan er twee spelen. De debuut van Vrij, je zegt net die ene kans die moest hij maken. Hoe vond je verder zijn debuut? Ja, mooi om te zien. Hij lekkere dribbelaar, zorgt voor overtal. Naarmate de wedstrijd vorderde ging hij eigenlijk steeds beter spelen. Dus ik ben blij dat we hem erbij hebben. En je ziet de kwaliteiten van afspatten. Ik denk dat als hij nog meer wedstrijden gaat spelen, dat hij nog belangrijker kan zijn. Dat hij ons nog met een belangrijke rol heel erg kan helpen. Je ziet het, hè? Die rush die hij heeft en de dribbles inderdaad, dat mist hij misschien nog wel in het veld. Ja, maar altijd lekker als je mensen hebt die ook kunnen passeren. En dat heeft hij gewoon. Dus ja, pure kwaliteit. Werd hij ook hard geraakt door Berghuis, door de nieuwe speler van Feyenoord inderdaad. Dat had misschien ook nog wel een ander kaartje kunnen zijn. Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik nog niet gezien. Maar goed, er zitten voldoende mensen staan langs de lijn in het veld en ook achter de computer om daar een oordeel over te vellen. Dus ik ga ervan uit dat dat een gele kaart was. Maar dat was wel een pittige overtreding. Ik zei aan het begin trouwens, voor deze twee uitwedstrijden, het zijn twee lastige uitwedstrijden. Je de conclusie over vanavond? Ja, de conclusie is dat we op de goede weg zijn. En dit was een beduidend andere wedstrijd dan het afgelopen seizoen. Ik vind ook dat we naar vermogen hebben gespeeld. Alleen op bepaalde momenten net te kinderlijk de goals tegenkrijgen. En ook naar de goal toe. Ja, we hebben toch wel een aantal kansjes gehad waarin vind ik we meer rendement moeten halen. Dus dat blijft een belangrijk ding om daaraan te blijven werken. Maar ik heb alle geloof en alle vertrouwen dat ook met deze ploeg kan. En dat hebben we vanavond in een hele lastige uitwedstrijd ook laten zien.